vorige week in de Hardcore Scene. Goedemiddag! Hardcore! Iemand zie ik al gelijk met een diamond zwaard rondlopen. Ik heb brood gebakken. Volgende stap is diamonds. Diamonds! Diamonds! Oeh, wat is die mooi. Misschien gaan we er net in. Ja, geen pigman. Hier ooit proef maken. Ik hoor een guest! Oh, oh, oh. Ah, serieus. Ah! Wow! Maybe! Auw! Er is er één harig. Hoera, hoera! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Minecraft 2.0 Hardcore. Ik gooi al de woorden door elkaar heen. Dit is een speciale aflevering! Waarom? Het is mijn verjaardag. Yay! Dus hebben we nou een hele special objective. Wij gaan namelijk een taart maken. Dam. Ik ga op zoek naar melk. Ja, hou de deur in de gaten. Ik haal de eieren wel. Ik ga op zoek naar sugar. Ja. Ik loop even rond. Ik heb maar een creeper! Oh! Jongens, hey, ik zie daar zand. Daar zat wat ze zitten. Zand. Hier heb ik geen Marco als je het zoekt. Wat? Hier, bij mij! Zo, die creeper werd geboond! Niet mijn farm opblazen! Ik ben hier alle creepers aan het ponen! Ter nagedachtenis van de Towler! Ja hoor! Hou de eer hoog! Ik wil overal gesis omheen. Ik wil overal gesis omheen. Echt, er zijn zoveel creepers! Hey, ik zie een. Misschien was het geen goed idee om s'avonds naar buiten te gaan. Ik zie een heks. Nee, echt. Oh, oi. Daar ben ik zenuwachtig. Bescherming. Ik wil overal explosies om me heen. Waar zijn mijn hekjes gebleven? Die liggen waarschijnlijk beneden. Woep! Oh, die zijn kapot, één van de twee. Ja. Ik heb hier één hekje en de rest is allemaal platen. Oh jeetje, we zijn er toch veel vijanden vandaag. Oh, ik heb strings. Ik heb er een paar aan boven van maken, toch? Oh, auw. Oh, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Oh, boom. Waar ben je? Oh, damn. Blop, waar zijn die sugar canes dan? Je hebt iets te doen. Ja, daar, Leroy. Bij Leroy. Daar. Maar dat is al de farm. Dus... Ja, we gaan hem wel groter maken. Ja. Ik ben op zoek naar koeien, maar ik kwam niet verder. Oh, ik zie heel veel enderman. Zombie. Hop. Anders eerst even gaan slapen. Misschien een goed idee. Het wordt al dag. Boom! Zo, explosies for days. Oh, hij is boos. Nee. Ik heb hem, hij is dood. Ik wist dat mijn verjaardag geen klapper zou worden, maar het is overdreven. Vuurwerk moet ergens vandaan komen. Ja. Koeien! Oh, hallo? Hoi. Ach, sta jij nou in de... Oh, hij staat in de fik. Oh, ik ben bijna mee kwijt met hem. Ik wil niet te ver weg gaan, want dan ben ik daar weer op huis kwijt. Een ruwe oplossing. Ik heb een kaart. Ja, de kaart. Hé, hey, ik heb een ei gevonden. Die hebben we ook nodig voor de taart. We hebben 4 eieren. Ik heb ook een eitje. Zo, farm is lelijk gefixt, I don't care. Farm is lelijk gefixt. Een eitje. En een botje. In de vorige keer vond ik heel erg veel koeien bij... Sugarcane, waar? Oh, daar. Blup! Oké, ik heb... Geef het u maar. Oh, ik ga mee, ik kom je even helpen. Ik heb een boog gemaakt. Maar we hebben nog geen zandblop daarom. Jawel. Ik heb zand. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door zand. Doe zand. Overal te krijgen. Onthoud die naam! Zand. Ik heb een koe! Ja, blop, en nu? Waar wil je hem hebben? Ja. Jij hebt de farm afgezet met je stenen muur. I can fix it. Oké, ik heb 3 melk. Yay. Het kan ons. En de koe heeft het niet na kunnen vertellen. niet daar. Kom op. Loop. Oh, ja, ik waarom niet daar? Dus het hoeft niet zo heel groot. Hi, creeper. Follow me. Follow me. Is dat een heks?
Oh, dan ben ik eigenlijk heel erg... Ja, trouwens, dat doe ik speciaal voor jullie morgen wel. Aangezien dat dit aflevering 5 is... aflevering 1 en 2 zijn eigenlijk pas dit weekend... dat we nou dus zeg maar aan het opnemen zijn, zijn pas live gegaan. Dus ja, we hebben wat comments. Alleen pas van part 1, want part 2, daar komen de comments nog steeds van binnen. Dus in aflevering 6 heb ik de eerste comment op gaan hangen. Daar moet een torch. Staat een creeper in het water, laden, jee. Ik ga toch heel gemeen doen, Marco. Hoppa. Niet doen. Jawel. Kijk uit, want er komt zo water naar beneden. Hier. Ja, want, ja, want als het water snel naar beneden valt, dan... Maar die dingen worden 3 hoog. Twee is genoeg. Hey, Skelly. Wie is Skelly? Ja, Skelly. Skelly. Ja, ondertussen ga ik nog wel eventjes wel verder even scouten voor wat sugarcane. Wat een systeem. Oh, ik heb al sugarcane gevonden. Ja, we hebben sugarcane beneden, maar Marco wil niet naar mij luisteren. Marco! Wat? Hoi. Nee, ik pak hem wel even. Ja, ik heb er ook nog wel sugarcane, dus veel sugarcane. Oh, die is al geoost. Oké. Okay. Carrots. Dat sta ik heel erg makkelijk dadelijk als we in ieder geval een map hebben. Ja. Ik heb nog een paar mijn boog voor de liefhebber. Stop ik even in een kistje. En ik ga weer verder. Ik heb nou ook wat. Ik heb weer 5 sugarcanes, dus die kan ik dan weer raak even aan de oever smijten. Ik ga ook even sugarcanes. Nou, ik heb ondertussen ook al het melk, dus als we klaar zijn, dan kunnen we eigenlijk met onze main. De main quest beginnen. De objections. Het is namelijk. Er gaan 3 naar de Nether. Voor potions en waarschijnlijk heel erg gevaarlijk doen. En 2 die gaan hier zeg maar zorgen dat we de boel kunnen gaan enchanten. Dus moeten we wat diamonds weer hebben en zo. Uitrusting. Ik begin alvast. Oh, wacht. Ik wil nog niet weggaan. Eerst de taart. Eerst de taart. Je moet de taart opeten. Hoeveel sugarcane had je nodig? Je had suiker nodig. Volgens mij 2 suiker. Oké. Okay. Dan fixen we dat even. Gaan we regelen. In deze aflevering met koken met Marco. Zo, ik heb 3 suiker. Gewoon voor de lol. Lol. Ja, volgens mij krijg je ook 3 suiker van 1 sugar cane. Dus, Nee, ik had 2. Drie. Ja, 1 of 2, 3 waren. I don't care, het zijn er 3 klaar. Oké. Nou, ik loop ook even weer terug naar huis. Ja. Naar huis. Want ik heb melk. Yeah. Oké, okay, nou lava. Goeie melk. Voor een extra warme duik. Fiver. Ja, daar is hij weer. Ik doe de sugar in het kleine voedselbakkie. In het kleine voedselbakkie. Yeah. Over voedsel gesproken. Ik heb best wel veel voedsel nodig. Ik heb 7 broden voor je. Ja, oh. Nee. We hebben nog vlees genoeg. Dus, ja. Ja, daarom. Even kijken. Ik had het hier... Oké, dan heb ik nog weed nodig. Oh, mijn inventory die zit wel heel erg vol. Ja, heb ik ook voor je. Alsjeblieft, zit erin. 34 stuks. Stefan. Ja, wat? Wie? Waar? Wanneer? Ja, dat is mooi, maar ik moet heel even mijn inventory even clearen. Dat zijn resources. Eens even kijken. Wat hebben we niet meer nodig? De sugarcane. Oh ja, die ga ik eerst even... Oh, wacht even. Wat hebben we hier nou? Kijk. Ik zag hier net... Ja, 4 sugarcane. Die pak ik even, want die ga ik daar planten. 2 golden apples, die hou ik bij me. Leer voor de boeken. Vlees mag hierin. Nee, ik wil geen melk drinken. Oh, eigenlijk hebben we die ook. Zo. Eieren. Ja, die heb ik nodig voor het recept. Flint en steel die ook bij me. Sticks die mogen weg. Serieus, we hebben zoveel troep. Ja, dat moet echt een beetje goed onderen. Ja, volgens mij... Ik denk niet meer dat we steen nodig hebben. Dus, Weet het zeker? Nou, niet meer dat we dat in kistjes hoeven te stoppen. Ik bedoel, moet je kijken hoeveel stacks dat we wel niet hebben. Moet ik even schoonmaken dan? Ja, doe jij maar schoon. Wees jij maar de huishouder. Dus even kijken, dat zijn de pijlen. Seeds heb ik niet nodig. Dus hier zie ik nog sugarcane, die pak ik gelijk mee. Strings die mogen daarbij. Oh. En de pulsen mogen daarin. Even kijken, dan heb ik dus zeg maar de weed nodig. Waar hebben we het wiet? Waar is dat? Oh. Hier is Stefan deze. Hé, hey, je hebt een prullenbak gemaakt. Oh, hier. Oké.
En als ik me dan niet vergis, en dat doe ik heel vaak... Oh ja. Zand, ik was het vergeten, wacht. Laat maar liggen. Waar heb je nou het suiker? Ik heb het suiker nog niet. Jawel, die heb ik in de kist gedaan. Het kleintje naast die hier. Hier zit in. Ja, ik heb hem al. Got it. Oké, dus even kijken. 3 melk bovenop, 1 eitje in het midden, 2 wheat links en rechts. En als ik me niet vergis, hebben we dan de suiker aan de onderkant. Nee? Was het dan 3 wheat? 3 wheat beneden, melk in het midden. Nee, je moest 3 melk hebben, dus 3 melk boven. Maar ik heb hem al. Is het gelukt? Ja, ik heb een cake. Yay! Op de grond? Ja, kom, laten we van de grond eten. Nee, zal ik even tafel maken? Doe jij maar even een tafel maken. Dan kan ik even de rest van de rotzooi weer eventjes weer terug in de voedselbak. Kijk, geef me één van die. Ik maak wel een mooie tafel. Die. Dan ga ik heel eventjes die sugarcane even planten. Ja, is goed. Dat is niet goed was, denk ik toch? Tadaa! We zijn al die sugarcane hier nou weer gebleven. Die heb ik in de farm beneden gezet. Oh, ja, dan doe ik ze hier ook weer even planten. Ik bedoel, ik heb er 14, dus waarom ook niet? Oh, je hebt al een tafel gemaakt. Ja. We hebben 2 tafels. Nee. Ja, we zijn met z'n 5, hè. Nee. Zo, ik heb je tafel nog wat tafelen gemaakt. Zo. Het probleem is eigenlijk... Ik heb geen zand voor hebben. Hè? Ze moeten toch op zand per se. Nee. Nee? Dat toch? Nee. Ik dacht dat het moest. Nee, ze moeten naast water liggen, dat is alles. Oh, niks meer niks dat zand beneden neergelegd. Nou, boei. Nou, je hoeft niet zo zanderig te doen. Waar is de tafel? Hier. Oh, daar. Kijk, nou toch eens. Je kan hem er niet opzetten. Nee. Nee. Dan moest nee, je... Nee, daarom had ik ook die slaap neergezet. Oh, sorry. Dat is geen slaap. Oké, doe jij het maar, oké? Ja. De vliegende taart! Happy birthday to you! Ben ik nou de enigste? Serieus? Nee. Happy birthday to you! Happy birthday! Jeetje, wat een dooi stelletje zijn jullie! Nee, jongens! Je hebt al jaren niet meer, dus het boeit niet echt. Op deze aflevering vind je het gewoon, dus jij pakt die taart en je like het! Maar ik heb geen honger. Ik heb ook een trek. Ik ga naar de Nether. Zoek het uit. Bye. Happy birthday! Was een leuk feestje! Ja, volgende keer doe ik ook mee. Ik ga met je mee. Ik heb nog nooit zo'n dode boel meegemaakt. Goed, wij moeten gaan minen, Erwin. Ja, daar gaan we. Even kijken. Naar diamonds! Pickaxe. Andere kantje. Check. Andere kant. Pilot. Check. Eten. Even wachten, we moeten wel goed voorbereid gaan natuurlijk. Check. Ja. Oké, genoeg voedsel. Hoe komt er nou, jongens? Yes. Ik zit vast. Let's go. Oké, wijs ons de weg. Wacht wel even, je vinger om een beetje dangerous zo. Hoe zit dat hier, joh? Moet wel die rode proef zijn, hè? Ja. Stenen zeker vandaag! Mijn stenen vergeten mee te nemen. Oh, ja, hier kan alles is al gebouwd, praktisch, dus... Ja, maar voor veiligheid. Weet. Nou, wil jij wat stenen hebben dan? Ja, graag. Ja, tuurlijk. Hier. Anders maak ik hier nog even. Kan ook. Het is dan veilig, gelukkig. Oké, wat hadden we nou onze eerste brug gemaakt? Daar, hier, ah ja. Mag ik even erop wijzen dat deze brug leeuwproef is? Daar hoef je niet op te wijzen, er staat een bordje bij. Oh, ja. Zal ik tegenover stel de richting doen dan maar? Ja, is goed. Leuk is, als we terugkomen, kunnen we lekker een stukje taart nemen. Nee, die heeft hem ondertussen al helemaal opgevreten. Zo, dat was bruggetje 1. Ja. En daar hebben we... Nee, kijk even naar de kat! Oh, grapje. Oh, die moeten we killen. Slime. Ja. Nee, dat is voor potion ingrediënten. Lop, kijk uit, je valt bijna in de lava, man. Ja. Oh, oh. Dan moet de Nether ook nog eens een keer blokbestendig worden. Is die al? Oh, hoi. Oh. Wacht hier, ja, ik heb je. Oké, okay, heeft iets verrat. Nee. Nee, geen fireballs. Je kan die dingen maken. Maakt niet uit, als je ze gratis kunt krijgen.
In ieder geval, hier is de Nether Fortress. Oeh, ja. Oké, waar heb je de ingang gemaakt? Nergens, want we hebben hem gevonden en we zijn te weg gegaan. Oh ja, klopt. Van mijn tijdslimiet. Mario Maker. Oh, ik word... Ja, dat is Bob. Doe ik. Iets gevonden? De Nether Fortress. Even kijken. Oeh, ja, goed. Goeie idee, Bob. Als je nog pixels nodig hebt, ik heb genoeg. Ja, ik heb ook mijn diamond just in kaas bij. Dus. Ja, ik heb er 2 pickaxes in mijn zak. Ik wil niet weten wat jij in je zak hebt. Oh, waarom? Hé, hey, we zijn er. Oké, wat je doet, niet... Zullen we dit wel eventjes koppelen of zo? Ja, wacht even, ik... Wacht, ik zet hier wel even wat toortjes neer. Ledig maar even uit, hè? Ja. Zo. Nog 1 hartje namen. Heb jij nog maar 1 hartje? Ja. Dude! Zeg het even! En je bent ook zo in paniek! Blob kent geen angst. Nee. Jongens, ik ga hier wel eventjes... Oh, mijn Skype-collega staat nog aan. Jij met. Had Leroy ook in de vorige aflevering last van, of in aflevering 2. Tenminste, ja. Zover ik zag met editen. Dus, yes. Moet je een golden apple misschien hebben, Blob? Nee. I'll be okay. Oh, with a skeleton. Ja. Ja, die pak ik. Die pak ik. Ik hoef je rug. Oké, kom dan. Kom dan. Kom je spelletje spelen. Oh, damn it. Auw. Oh. Auw. 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 Even kijken hoor, want... Waar zijn nou die... Oh, hier is... Oké, dan doe ik hier eventjes een toortje tot we weten tot we daarheen moeten. Ah, slim. Gewoon weer weg. Rechterkant zetten. Hé, hey, ik heb hier een spawn gevonden. Oh ja, blazers, die hebben we zeker nodig. Oké. Deze kant op. Zijn er genoeg trouwens. Achter ons ook. Spawns. Oh, auw. Stond jij in mij of zo? Ja, ik stond achter jou. Ik stond achter jou, voor veiligheid. Hey, ik maak eerst eventjes die skelly even kapot. Als ik hem een keer raak, hij staat zo lekker sneaky. Oké, ik heb hem. Oké, dan ga ik even eten. Ik ook. En laat ik heel eventjes hier een wall, dat we daar zeg maar gelijk achter kunnen schuilen en een blokje zeetje kunnen plaatsen. YOLO! Wait for me! Oké, don't hit each other! Ik sta in de fik, auw. Oké, ik neem een positie. Welkom bij het blazersgevecht. Ik weet niet waar Blob nou is. Niemand ziet het. Blob. Ik ben doorgelopen. Oh. Wees voorzichtig, hè? Watch your sixes, watch your eights. Watch your twelves and eight. Dus. Nou, wat heb jij gedaan? Erwin, weet je zeker dat we op de hoogte zitten? Ja, daar zijn we in ook al. We kunnen beter 2 omhoog gaan. We zitten level 9. Oh. Even nieuw pickaxe maken. Ik heb een achievement! Wauw, gefeliciteerd. I have a bag of Milky Ways. Als je hier zo onder je kijkt, je overal lava, creepy. 2 omhoog, hè? Nee. Oh, daar viel net een skeleton naar beneden. Ik zie weer een skeleton. Hé, hey, misschien kan ik hier wat... Die lava naar beneden donderen. Oh, ik zie heel veel places op ons afkomen. Wow. Ik heb een bucket of water. Ho! Reforce! Hey. Ja. Check level 11. Is het omhoog? Oké, die is ook weg. 2 omhoog staan, ja. Oh. Ik mag hier weer even een gunnetje. Yep. Waar zit je? Ah, jij zit daar in het hoekje verborgen, jij sneaky. Oké, ik heb weer een blaze rod. Nice. Nice. Oh, er zit er nog eentje boven. Ik heb van Netherward, ik heb Soul Sand. Ik zie je wel. Leroy, kijk uit, hè, want ik sta met een gerichte pijl al. Oh ja. Is goed dat je het zegt. Hey. Ik hou je rug in de gaten.
Watch your sixes, watch your eights. En schiet niet op een pigman. Oh, dit loopt dood, dus denk er goed op. Hè? Oh, dit is lava. Ik hou niet van lava. Dan kunnen we eventjes blokken. Ja. Dat doe ik wel even. Pas op, Oh. Wow. Haha, miss me. Auw. Oké, hij is dood. Ik wil even mijn golden apples zeker voor de zekerheid even een bereik hebben. Oké. Deze gaat niks. Nice. Daar was ook een spawn. Even wachten, want daar hebben wij onze dingen. Dus dan moet ik eventjes daar een toortje tot wij die kant op moeten. Als we terug willen lopen. Ja. Even kijken waar je verder nog zit. Daar loopt hij ook nog door. Oh, hier is ook een spawner. Of ben... Ja. Ik denk dat we maar één spawner nodig hebben. Dus ik denk dat ik die achterste eventjes kapot maak. Zit. Daarboven staat ook een spawner volgens mij. Dus alleen die is geblokt door lava. Dus dan moet je de andere kant. Oké, die loopt dood. Dus... Hoe gaat het aan de miningkamp? Zijn we bezig. Nog niks. Helaas. Ik heb maar 7 blokjes. Wel heel veel kool. We kunnen ook om... Oh, ja. Hier, achter hier steven. Ja. Ik hoor een zombie. Hey, wacht, ik ga eventjes voor die spawner. Achter hier stenen. Ja. Hey, Buma. Hi. Ik ben een spanner. Ik hoor een guest. Ja. Oh, I mean, yeah. Ik kijk rond. Hey, die heb ik nodig. Oké, die spanner is kapot. Oh boy. Dat is best een guest. Ik ga niet weer dood door falling damage. No. I refuse. Ik heb toevallig een quest table bij me. Nice. Oh, waar is die guest? Ik hoor hem wel, maar ik zie je. Ja, ik hoor je wel. Goed. Ik zie je. Nou, nog verder. Dat loopt dood, Blob. Oké. Is dat... Volgens mij dit ook. Hallo. Oh. Yep, de rest loopt ook allemaal dood. Oké. Okay. Je hebt, maar die tunnel daar naar binnen ook, die loopt ook dood, want ze moet sluiten. Ja, ja. Ik ben er al in geweest. Oh, gas! Daar. Hier komen jij. Oh, ik zie hem. Zo, gooi even 10 iron bij, Aaron. Ja, ga vooral je gang, joh. Dan ga ik even verder gaan, hè. Oh, ik raakte hem nog ook. Wauw. Yes. Ik hoor wel trouwens een zombie. Dus. Nee. Goed bezig. Wie heeft hem geraakt? Oh, er komt eentje aan, Shit, nee, moeten niet nu. Moeten we naar de portal toe om jullie te beschermen? Ja. Kijk uit, jongens. Erwin? Ze zijn boos op mij. Kom maar. Jou? Ja. Ja, op hier. Ja, ook op mij, of niet? Nee, alleen op mij. Ja, moeten we komen of niet? Oh, ook op Blob, hoor. Blob, nee, Blob. Kom terug, Blob. Oh, boy. Oh, Blaze. Ja. Au. Hoeveel help heb je nog, Blob? Nee, ik probeer al te eten, maar... Ja, je pak even een gouden appel, joh. Nee, joh. Echt levensgevaar, nee, joh. Ja, Blob is hard. Ben je doogeloos? Hard als... Oké, Blob, wij moeten elkaar dekken. Ik weet niet of ze ook boos op mij zijn namelijk, ik heb nog geen Pikmin geraakt. Nee, ik had er ook geen één geraakt, maar was nee, wel boos. Volgens mij toen ik de Gears raakte, toen heb ik per ongeluk een Pikmin geraakt. Mij ook hebben? Nee, mij lopen ze gewoon voorbij. Hier, echt een bot! Oké, Blob, wij moeten elkaar beschermen. Nou jongens, succes. En, Ja. Nou, is goed, dan loop ik terug. Doei. Nee, Blob. Jongens, nee, we moeten bij elkaar blijven. Ja. Stick together. Alleen, ik raak geen Pikmin just in case nog even, voor de zekerheid. Ja. Maar wat zoeken we dan nu nog? Nether Ward. Heb ik al. Soul Sand. Heb ik ook al. Misschien al een Wither Skull. Zal wel fijn zijn. Heb ik ook geprobeerd. Oké. Okay. Oh. Auw. Oh. Nou neem ik even flinke damage. Hoeveel Soul Sand heb je al? 23. Dat mag wel wat meer zijn. Ik pak hier nog even wel wat mee. Ja. Pikmin achter ons. Anders mijn... ja, jullie hebben Pikmin probleempjes, ja. Dus niet doodgaan, jongens. Nee. Don't die at night. Nee. Misschien kunnen we nog even wat gold vinden in de kistjes die ook hier overal liggen. Er is nog wat meer. Niet te ver lopen, Lof. Tot nu toe nog geen diamonds.
Ik blijf steen, bij jou. Steen en nog een steen. Hebber. Kijk uit, is dat een blik? Ja. Oh. Oh. Ha! Oh. Oh, kijk uit, jongens. Daar is nog. Oh, hi Blaze. Auw. Oké. Okay. Hij is doodlopen. Oké. Okay. Oh, ik sta flink in de fik hier. Oh. Waar ben je, Blaze? Ben je omhoog gegaan? Ja. Oké, okay. Ga met je mee. We had to stick together. Wait. Terug. Ja. Oh, het staat hier helemaal vol met Blazes ondertussen. Oh. Als het gevaarlijk is, ga je terug. Ja, ik heb een golden apple moeten nemen. Ik had nog maar 4 haartjes. Oh, ik word nerveus van dit geluid overal, jongens. Ja. Erwin, waar ben je? Hier, oh, daar. Oh, ben je boos op mij? Ja, ik maak deze gang niet meer af. Hier is niks meer te vinden. Oké, hij staat te zoeken naar jullie. Loop maar gewoon voorbij. Ik ben zo bang dat ze ineens spontaan mij gaan kan aanvallen ofzo. Oh ja, dat kan ook. Even kijken, die staat aan. Ja. Kijk, oh, we moeten niet de furnace vergeten leeg te halen. I am afraid of you. Dat gebeurt ook niet. Had ik die vergeten. Zo, ik heb hem al leeg gehaald. Dit loopt. Deze loopt dood, oké. Okay. Ik heb 30 netherwart nu. Ja, ik heb ook al wat soul sand. Hebben we al kistjes gevonden? Ja. Oh ja? Nee. Ja, wil je nog één? Oh, pas op, yes! Hierboven zit ook een kistje, Leroy. Mag je hem openen? Zijn jullie daar die trap naar beneden gegaan dan? Nee, trap omhoog. Stap jij door? Ik ja, wil je mijn rug koffer? Ik ben nou weer op level 9. Oh, ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ik kom weer naar jou toe. Ik zet kan spullen ik hier nu. Ga hem niet slaan, want... Nee. Zes, ik tegen mij nou. Oké. Okay. Another friend of you! Ja. Niet zo ballsy wezen! Oh, we zitten al bijna op een half uur. ik denk dat we beter terug kunnen gaan dan. Ja, what the heck. Ja, got it. Let's go. Kistje meenemen. Ja, ik had een leg spike. Nee, ik heb de kist. Ik heb alles meegenomen. Ik had hem ook. Moet de kist niet. Oh, moet de kist ook mee? Ja, anders kom je weer terug en dan denk je, hey, er zit nog loot in. Oké. Okay. Jongens, laten we weer terug gaan. Ja, ik sta al bij buiten hier. Blob, ik ga even kijken hoeveel Pikmin voor jullie er staan. Ja. Er staat er hier eentje. Oh, Blaze. Auw. Oh boy. Oké, dan moet er. Kijk uit, jongens. Er staan er ook heel veel bovenop. Rennen! Gewoon rennen. Oké, let's go! Deze kant op. Oké, ik doe de volgende ronde niet meer mee. Hij wint tekken. Oké, is goed. Ik tik je af. Ja. Oké, jongens. Loop je helemaal voor. Kijk even voor de pikmin, jongens. Wacht, moet jij nou mij hebben? Ja, hij moet mij hebben. Hop! Oké, Oké, blijf jullie maar rennen. Ja. Maar, Blok, moet hij jou niet meer hebben? Nee. Door, oh, nee, niet nu. Oh, niet in. De Lirobrug. Oh, god. Ik ga ik wel helpen. Oké, Blob rennen. Blob, ren for it. Ga jij maar ik word al zenuwachtig van dat gesprek van jullie. Ja, je bent, oh mijn god, echt een heel leger. Ik durf hier niet doorheen te rennen, jongens. Wat? De proef. Ik heb hem met aangevallen en ze vallen mij gewoon niet aan. Nee, ze vallen mij aan. Rennen, gewoon door, ren. Andere kant op. Oké. Okay. Oh boy, niet komen. Naar links toe, maar schoon. Oh, jullie hebben echt een heel leger achter jullie. Nee, niet nu. Omhoog, ja. Ja, diamonds, heb eens. Oh shit, is dat ook? Nee, twee stuks. Links. Drie. Shit, die was trouwens de trap. Oké, jongens, check de brug even. Dan moet je omhoog. Zes. Hier ben je omhoog. Op, hier, omhoog. Acht diamonds. Oh. Mooi, ik ben nog aan het zoeken, maar ik kan helemaal niks vinden. Oh, jullie lopen al, anders wou ik even de brug afsluiten. Ja, dat maakt niet uit. Gewoon doorrennen. Ja, brug is veilig. Ja, maar ik ben bang dat ze mij dadelijk ook gaan aanvallen. Nou, dankjewel. Oh, nee! Wat heb je gedaan? Hij heeft de brug afgesloten. Ja, dat had ik gedaan, ja. Voor de veiligheid van,
Oh, schnijkies. Ja, kom maar terug, kom maar terug. Zijn er nog maar drie. Oh shit, ik moet eten. Nee. Nee. Objection. Oké, kijk uit. Oh. Oké, okay, wacht even. Koffer maar even snel. Ik wist het. Ze gaan mij ook in één keer aanvallen. Ik wist het gewoon. Oké, idee oké? Nou, het heeft me 2 golden apples gekost, maar we kunnen in ieder geval dadelijk wat potions maken. Nice. Ben jij boos op ons? Het interesseert me niet, jij sterft gewoon! Oké. Oké, er staan daar 3, 4, jongens. Oké, okay. Als ik ze afleid, hè, dan kunnen jullie vast naar boven en dan... Ik heb nog golden apple effect, dus... Waar is het? Nou, Erwin, ik zit volgens mij in de verkeerde rij iedere keer. Ze zijn niet boos op ons. Nee, klopt. Gewoon opschieten. Oh, ze worden boos. Oh, 3 blokken. Ja. Oké, jongens, deze moeten we afsluiten. Nee, niks afsluiten. Oké, ik ga alvast hoor. Gewoon doorlopen. Afgesloten. Jee. Diamonds to you. Ik zit er... Nee! Oké. Echt, hè? Zo, de knet. Koffie! Nee, taart! Hoe zijn we daar niet dood gegaan? Oh, jeez! Dat ik erbij was. Ja, ja. Dude, kom de guy aan. Jongens, ik ga hier heel even staan, want ik heb nog maar 1 hartje. Ja. En, Oh man, oh jeez. Ik moet even naar binnen. Oh my god. Even gold hier stoppen. Ik heb een golden nugget, maar ik echt die, als ze boos zijn, ook al is het maar op eentje, dan gaan ze gewoon willekeurig na een tijdje. Oh, we kunnen niet meer bij hem komen. Wacht, hier staat ook een speler. Laten we hem aanvallen. Ja. Zijn we boos op hem? Nee, maar dat maakt niet uit. Oh. Dus. Ik heb eventjes een... Iedereen moest terugkomen, toch? Ja. Nee, is ook niks. Heb je ons doel al bereikt of moeten we weer terug? Voor nu? Nou, we kunnen nog altijd terug, maar voor nu... Ik ga ze pas gewoon buiten even neerzetten. Oh, ik heb horse armen. Yay. Ja, dat heb ik ook. 3 stuks. Wacht. Ja. Ik zal even nog... Oeh. Yeah. Jullie kent het niet. Oeh. Alsjeblieft, 11 iron erbij. Hoe was jullie avontuur? Erwin heeft diamonds gevonden. Ik heb alleen maar iron en coal en ja, we zaten de radio te luisteren naar een zenuwslopend... Nou, je zult het over 2 weken zien. Ja, jullie zien het vandaag wel, de kijkertjes, maar voor ons... Hey, kijk het aan de positieve kant. Er is niemand dood. Ja, we hebben de vloek gebroken. Moest ik dood? Zei dat dan? Wat? Moet jij dood? Moet jij dood? Oh, ik ben er ook aan het bijkomen, zeg. Jullie wilden niet weten hoe groot leger dat jullie achter je aan had op het moment. Ja, vooral bij die brug. Bij de eerste brug, ja. 20. En wie was er nou zo slim om die brug achter ons af te sluiten? Want daar stond ik achter en toen werd ik gemapt. Ik denk, nou is het afgelopen voor mij. Weet je wat cool is dat, Kevin? Was jij dat blok? Ja, als er nou een creeper naar beneden kon vallen. Omdat don't were messed up. Ik sluit hem af. Is het veilig? Ik vraag me af of creepers überhaupt erop kunnen lopen. Of een ladder. Nee, ze vallen gewoon naar beneden en blazen ze ons op. Dus wij mogen niet meer terugkomen. Vijf even echt zoiets van, waarom zijn jullie zo bezweet? Waarom zijn jullie zo helemaal uit buiten adem? Wat is jullie probleem? Vijpen, wie had er zo voor de keer bij? Girls! Ah, dat kun je niet maken. Hey, wie heeft hier nou golden chestplates gemaakt? Ik niet. Die hebben we gevonden. Oh, oké, ik was wel bang. Want ja, we hebben best wel veel gold, dus we kunnen, als we appels zouden vinden... Dus misschien dat we morgen eventjes gaan exploren of zo. Ja. Dus, want dan kunnen we kijken of we een village kunnen vinden of zo. Op appeltuur. Misschien kan ik een map maken. Ik bedoel, de zon gaat onder. We hebben 1, 2, 3, 4. Stop eens met steen te gooien naar vijver.
gezond. Ja, vol koolhydraten. En ijzer. Dus ik gooi even hier even ook de nettige of de potion ingrediënten in. Dat is net zo makkelijk. Had jij nog een kist, dan kun je die ernaast zetten. Dan hebben we een dubbele. Ja, die heb ik. Nou, dan kun je die hier nog naast zetten eventueel. Dus. Maar goed, beste kijkers, wil je dus ook nog op de wall of awesome comments waar ik morgen een comment voor ga kiezen? Laat een reactie achter wat je leukste momentje was. Paniek! En Destiny en Sin en El en Erwin waren ook in deze aflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot morgen. Doei! Laat een like achter voor de surviving van de Nether.